Valentijn, geheel tegen jouw natuur in, maar is het voor jou mogelijk om ergens positief over te zijn? Bijvoorbeeld de prestaties van de handbaldames? Nou, die namen 4 pagina's bij ons in beslag. Dat vond ik erg veel. Te veel? Ja, het is al de voorpagina, dan de cover, dan 2-3 en 4-5. Nou, dat vond ik wel erg veel. Te veel? Voor handbal, ja. Wereldkampioen, hè? Ja, maar ja, nummer 1 tegen nummer 2 in de Eredivisie. Dan mag het toch ook wel wat meer pagina's. Maar ja, we konden niet uitbreiden. Nou, voor deze keer moet ik zeggen dat ik het wel acceptabel vond. Ik heb zelden zo'n spannende sportwedstrijd gezien als dit. En ik betrapte mezelf erop dat ik niet kon blijven zitten. Ik stond voor de tweede keer te pissen, maar ik hoefde helemaal niet te pissen. Maar weglopen bij de televisie, weet je wel. Ik vond het een geweldige wedstrijd en het zijn topwijven, hoor. Want het is een keiharde sport. Ja. Het is ook een leuke sport om naar te kijken, want het is doorlopend in beweging. Het gaat van de een naar de ander. En ja, ik heb heel veel respect. En het zijn, wat ook helpt, het zijn ook ontzettende leuke, spontane meiden. Ja. Weet je wel, ze lopen niet naast de schoenen. Gewoon leuke, leuke Hollandse meiden, niks mis mee. Maar 6 pagina's. Maar die, ik vond, wat ik totaal niet begreep was in die slotfase. Hè, dat die bal was aan de ene kant en die, aan de andere kant wordt een penalty gegeven. Ja, maar dus in de laatste minuut of de laatste 30 seconden mag dat niet meer. Dan is het spelbederf en het voorkomen van een score. Dat wist ik ook niet, hoor. Nee, dat, maar dat hebben ze wel uitgelegd. Het meisje wist dat waarschijnlijk ook niet. Want die werd eruit gestuurd. Doe je het toch niet? Nee. En die kreeg rode kaart en ze kreeg 7 meter. Ja, nou ja, die heeft Nederland de eerste plaats bezorgd. Ja, wereldkampioen, ja. Maar je hebt gewoon staan juichen voor de televisie. Nou, eerlijk zijn, kom niet, op. Niet overdrijven. Jawel. Ik heb 3 koprollen en een flikvlak gemaakt. Ja. Nee, maar zo hoort het ook, man. Maar die van der Vaart is wel erg goed, hè? Die Polman. Ja, die speelster van het toernooi geworden ook. Die keepster was dus keepster. Maar die van der Vaart was ook goed bezig, toch? Die was helemaal blij, man. Die is bij Ja, maar dat kan ik ook wel voorstellen. Tuurlijk, ja. Maar hij is er ook geweest, maar nu was hij in Nederland terug, hè? Ja. Hij moest natuurlijk zondags bij studio-dingen zitten. Ja. Maar die ploeg, ik weet niet of ze al een andere ploeg benoemd hadden als sportploeg van het jaar. Nee. Maar dat moeten ze nu wel terugdraaien. Nee, hebben ze teruggedraaid? Ja? Hebben ze teruggedraaid? Hoorde ik net, toen ik mijn auto hier en dingen neerzette, zeiden ze dat ze alsnog bij die nominaties zitten. Okay. Hoorde ik op journaal. Ja, want kijk, als ze nu Ajax de sportploeg van het jaar maken, kijk, dat moeten die dames zijn. Kom op, zeg. Nee, dat klopt. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.